hele goede morgen. Welkom in House of Heroes. Het is vandaag 8 november. Te gek dat jij er bent. Gaaf dat jullie ook hier zijn. Ik wil je vragen dat als je hier bent, of als je thuis bent, om gewoon te gaan staan. Yes. Misschien kan je vorige week nog herinneren. Toen sprak Martin Kornstra en het ging over honger naar God. En Matthäus die deelde ook van, hey, dit is niet zomaar een boodschap, dit is een sleutel voor Nederland eigenlijk ook. Waar we op dit moment in zitten, is die honger naar God zo belangrijk. En ik heb er verder op gekauwd en ik merkte van, honger naar God is zoiets moois. Maar tegelijkertijd kan het ook zoiets zijn wat zo'n kramp kan veroorzaken, omdat je telkens maar wil hongeren. En het soms zelf wil opkloppen. En van de week, toen zag ik mijn dochtertje. En mijn dochtertje is 1 jaar oud en zij is gewoon heel puur. Ze is een kind. En elke keer als de worship aangaat, als de muziek aangaat, dan begint zij met haar handen te bewegen, alsof ze aan het dansen is. En ik had het met Alisa over. En Alisa die zei van, zo mooi. Als ik haar zie, dan weet ik gewoon, zoals ik van haar geniet, geniet de Vader van mij. En dat is hoe hij van ons geniet. En dat staat niet alleen, zeg maar, dat zien we niet alleen door de kinderen heen, er staat het woord vol mee. En daarom wil ik beginnen met deze tekst uit Zefania 3, vers 17. De Heer uw God is in uw midden. Een held die verlossen zal. Hij zal zich over u verheugen met blijdschap. Hij zal zwijgen in zijn liefde. En hij zal zich over u verblijden met gejuich. Verblijden met gejuich. En in het Hebreeuws heb ik geleerd dat dat niet alleen zeg maar dat hij blij is, maar dat hij als het ware rondtolt van vreugde. Rondjes draait van vreugde. Uitzinnig is van vreugde. En vanmorgen dacht God me er ook weer in uit. Wees eens zo puur als je dochter. Wees maar gewoon jezelf, want ik geniet van jou. En laten we zo gewoon die aanbidding instappen. Willen jullie dat ook? Gewoon zoals je zelf bent. En het kan misschien dat je dan ruimte moet opzoeken. Het kan zijn dat je misschien even de gordijnen dicht doet of wat dan ook. Of zegt, oké, buurman, maakt niet uit. Ik ben hier nu gewoon alleen met God bezig. Maar we gaan gewoon op hem focussen. We gaan gewoon hem aanbidden, zoals we zijn. En zo, Vader, geven we deze dienst, geven we onszelf aan u. Dank ik u voor die puurheid die we zien in kinderen. Dank ik u, Vader, voor die vaderliefde die van u afkomstig is. Heer, en dank ik dat u ook over ons glimlacht. Dat u rondrolt in de ronde van vreugde. Dat u stil kunt zijn als u naar ons kijkt. Heer, en zo willen we onszelf aan u geven. Zonder doekjes erom. Zonder geheimen. Heilige Geest, ik dank u dat u hier bent en dat u beweegt. Dat u de ruimte vult met glorie. Die veilig is om ook zonder geheimen naar u toe te komen. Heer, we komen hier zoals we zijn. En we danken u voor uw liefdevolle armen. In Jezus' naam. Amen. Amen. A slave to sin, Jesus died for.
I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me. Dezelfde vader hebben. Heer, dat we u Abba mogen noemen. Papa. En dat allemaal dankzij uw offer aan het kruis. Dankzij dat u de weg voorbereidt, Heer. En alles heeft betaald, Heer, wat tussen ons en de Vader in de weg stond. Jezus, trouwe koning, majesteit, die regeert op de troon. De enige die het waard was om de zegel te verbreken. Majesteit, Jezus. Dank u voor dit offer. Dank u voor dit offer dat ons terugbracht. Terugbracht bij de Vader. Waardoor we vrijmoedig, Heer. Vrijmoedig het huis mogen binnenwandelen van God de Vader. Eén ding zoek ik. Te verblijven in het huis van mijn Heer. Alle dagen van mijn leven. Om uw lieflijkheid te aanschouwen. En te leren in uw tempel.
Nota bene een gebed dat u deed net voordat u wist dat u opgepakt ging worden en dat u onmenselijk ging lijden. En toch koos u ervoor op dat meest cruciale moment uw knieën te buigen. En u zegt daar, u bidt daar niet alleen voor de mensen die daar bij u zijn op dat moment, maar u bidt daar al voor ons. En Heer Jezus, dat raakt me. Op dat moment, Heer. Moment, net voordat u wist, ik ga opgepakt worden. Ik ga ongelooflijk lijden. Menselijk lijden, zoals geen één mens hoeft te lijden hier op aarde. En nog zegt u, het gaat niet om mij, maar uw wil. Heer, het is zo anders, Heer. Uw koninkrijk is zo anders, Heer. Uw koninkrijk is een koninkrijk van iemand die zijn leven geeft voor die ander. Uw koninkrijk is een koninkrijk die de ander uitnemender acht dan zichzelf. Uw koninkrijk is een koninkrijk van nederigheid. Uw koninkrijk is een koninkrijk van liefde. In een graf. In een graf. Nam u de straat.
En u dacht aan mij. Meer dan ooit.
ouder dan de eeuwen. Een belofte wat nog komt gaat. Er is er één geboren om te redden. Jezus. Er is een licht sterker dan het duister. Een koninkrijk dat voor altijd heerst. Er is een vrijheid van wat ons vroeger vasthield. Jezus, Hij is Jezus. Die loopt over water, die springt tot de zee, die dwars door het vuur aan mijn zij staat. Hij brult als een leeuw, hij leent als een lam, hij draagt mijn genezing in zijn hand. Jezus. Er is een naam die ik aanroep als mijn redding. Er is een lied dat troost heeft in de nacht. Er is een stem die stilte woest de stormen. Hij is Jezus, Jezus. Die loopt over water, die spreekt. Spreek tot de zee, die barst door het vuur.
bijeen deze morgen. In uw naam staan wij voor uw troon. Jezus, de geneesheer. En Heer, als wij deze ochtend naar u opkijken als uw bruid. Heer, als u neerkijkt op ons. Zijn de enige woorden die wij kunnen zeggen, Heer, ik hou van u. Heer, ik hou van u. Ik hou van u. Jezus, ik hou van u. Uw woorden zijn als honing op onze lippen. Uw naam is als honing op onze lippen. Als water op onze tong. Jezus, Jezus, Jezus. Your name is like honey on my lips. Your spirit like water to my soul. Your word is a lamp unto my feet. Jesus, I love you. I love you. Your name is like on my lips, your spirit like water to my soul. Your word is a lamp unto my feet. Jesus, I love you. I love you. Jesus, I love you. Love you, Jesus. I love you. I love you. Sing his name, Jesus.
Door te mogen geven en via YouTube zoveel meer bereik te mogen hebben. En tijdens dat jij, Hans, je zong net een ander nummer. Dat nummer van Jezus, dwars door het vuur staat u aan mijn zij. Het ging over genezing. En het was zo grappig. Ik zit de hele tijd al te zoeken van, Heer, wat wilt u doen? Wat wilt u doen? En aan het begin zei de Heilige Geest van, ik wil dat je jezelf verliest in mij. En dat is zo goed. Vanuit die genade bewegen, die stroom van genade. En op een gegeven moment zongen we dit nummer. En toen sprak de Heilige Geest heel duidelijk. Hij zei, hey, het gaat hier over genezing. En er zijn mensen die angsten hebben. Irrationele angsten. Waar ik in wil komen en de perfecte liefde van de Vader wil zichtbaar maken. En door deze hele dienst heen al. Elk lied wat we zingen. Voel ik zo'n puurheid en zo die liefde van God. Telkens de trouw van God. Ik heb even wat dingen opgeschreven. Er zijn mensen met verlatingsangsten. Mensen die angst hebben van, oh, wat nou als dit gebeurt? Wat nou als dat gebeurt en ik alleen overblijf? Wat nou als? En God wil daar op dit moment in komen met zijn perfecte liefde. Misschien zit je hier wel en heb je op dit moment ook angsten in je leven waarvan je merkt, dit is gewoon niet van God, ik wil je vanaf. Maar het lijkt maar niet weg te gaan. Dan wil ik je vragen om gewoon te gaan staan, te gaan zitten, het maakt niet uit. Maar als het ware je handen open te houden. Om die liefde van God, die perfecte liefde van God, uit te nodigen in die angst. Juist in onze zwakte, in onze gebreken, is Hij sterk. Dat heeft Jezus gedaan. Hij kwam niet voor alles wat perfect was. Hij kwam voor gebroken mensen om ze te helen. En daarna sprak de Heilige Geest, Johannes 1 vers 9. Heb ik het u niet geboden? Wees sterk en moedig. Schrik niet. Wees niet ontsteld. Misschien hebben heel veel mensen dit al tegen je gezegd. Maar als God één keer een rema-woord, een woord van leven in jouw leven spreekt, verandert dat alles. Want de Heere, uw God, is met u overal waar u heen gaat. Hij is met u overal waar u heen gaat. Ik wil eigenlijk vragen of we terug kunnen switchen naar een nummer wat we net hadden gezongen. Jezus. Is dat oké? En dan wil ik vragen aan de mensen die hier aanwezig zijn en geen angst hebben, of als je thuis bent en geen angst hebt, om op dit moment die perfecte liefde uit te bidden over onze broers en over onze zussen die wel met angsten zitten en daar vanaf willen. Want de liefde, gewoon lekker ervaren is leuk, maar Gods liefde aan het werk zien en mensenlevens zien veranderen, man, dat is onbetaalbaar. Ja? Als een leeuw, u leeft als het land.
gevoel dat we gewoon een aantal van zulke luchtkastelen van die angst mogen kapotmaken. En ik wil je vragen om te gaan staan. Het leger van God mag gaan staan en in de benen komen. Ik wil je vragen om gewoon te bidden. En als je niet weet wat te bidden, spreek maar gewoon in tongen. De Heilige Geest bidt daar doorheen. Op dit moment mogen we een aantal kastelen neerhalen. Van angst. In de naam van Jezus. En als jij je angsten hebt, dan mag je ontvangen die perfecte liefde van de Vader. Marlon, ik wil je vragen om die drum gewoon ook even te gaan. Jezus. We staan op voor onze broers en onze zussen. Die angsten hebben, die ze gevangen houden. Heer, we danken u voor het bloed van Jezus. Want ons heeft vrijgesproken van elke angst. Van elke vloek. Want u bent de vloek geworden, Jezus. Dat is te testen. Misschien is het zo dat je hoogtevrees hebt. En dat het keukentrapje al te hoog was. Ik wil je vragen om in beweging te komen. En ik verwacht dat op dit moment mensen vrij zijn gezet. En als je thuis zit en je bent vrijgezet van angst. En laat het ons weten in de chat. Het is zo opbouwend wat God doet. En het is niet doordat wij je hoort schreeuwen. Het is gewoon door zijn genade. Maar het is wel iets waar we actief in mee kunnen doen. En daarom kan het soms wat luid zijn. Dus als je dat niet gewend bent, eigenlijk geen excuses, maar oké, dit is ook een kans. Dit is een kans om Jezus ook te laten horen. En een doorbraak voor onze broers en zussen te hebben. Dankjewel. Dankjewel, band. Zullen ze gewoon een applausje geven? Dit is niet... We hebben echt een luxe. We hebben echt een luxe met jullie als worship band. Elke week weer. Vandaag is het thema het huwelijk en gaan Rien en Petra van den Broek ons straks voor. Het zijn niet de minste. Ze hebben 40 jaar huwelijk achter de rug. Daar mag ook voor geklapt worden. Dat is echt... Ik heb me laten vertellen dat het een robijnenhuwelijk is en dat is wel heel gaaf. En we vinden het zo waardevol ook om van jullie te mogen leren. Jullie zijn niet alleen voorbeelden in het huis, maar ook leiders in het huis. Leiden al jarenlang familie. De pre-marriage court is iets wat jullie ook met heel veel liefde doen.
En we hebben er gewoon al heel veel zin in. Nou, dat is een soort van teaser. We gaan eerst nog met elkaar ook tijd nemen om een offer te brengen aan onze God. En ik wil je uitnodigen om dat te doen met als het ware diezelfde puurheid als een indie op mijn arm zit en begint te reageren op de muziek. Begint te reageren als de worship aangaat. Sommige mensen zeggen wel eens van ja, het offer, het hoort er nou eenmaal bij. Het is gewoon heeft een plekje in de dienst. Ja, we zetten met elkaar de schouders eronder. Voor niets gaat de zon op, enzovoort, enzovoort. Maar het is veel meer dan dat. Dus ik wil je vragen om gewoon in je eigen hart te kijken. En gewoon met God te praten. En te vragen van Heer, wat mag ik u geven? Wat mag ik dit stukje van uw koninkrijk, House of Heroes, wat mag ik daarin planten? Wat mag ik daarvan mijn tijd en mijn financiële middelen inzaaien? Dan geef ik u even de tijd voor. U kunt dat via de banner doen. U kunt dat via de QR-code doen. Als u daar met uw camera op richt, dan wordt u gelijk doorgelinkt. Dan gaat het gewoon digitaal. Dat is denk ik toch wel het handigste in deze tijd. U neemt even de tijd om daar gewoon dat in te vullen. Mocht u nu in de zaal zitten en hij pakt hem niet van het scherm, dan hebben we daar ook kleine QR-codes als het ware onder de stoelen gezet. Die kunt u ook gebruiken. Vader, dank u wel. Heer, voor elke persoon die hier gewoon is. Voor elke persoon die ook zo meebouwt. Heer, dank u wel dat we mogen doen wat we doen. Heer, het is een voorrecht. Heer, om zoveel mensen te mogen bereiken. Heer, en om elke keer weer in uw aanwezigheid te komen. U bent nooit te druk voor ons. U bent nooit ver weg. Heer, en ik wil u danken voor elke gave. U wil het zegenen en wil het aan u teruggeven. Ja, en we vragen uw zegen daarover in de naam van Jezus. Amen. Amen. Yes. Dan mag ik u nog... Ja, eigenlijk... Oh, ze staan al... Ik zat te kijken, waar zitten ze? Maar ze staan al helemaal klaar. Dan mag ik u vragen om een luid applaus te geven aan Rien en Petra van den Broek. Kom maar. Even alles settelen, mensen. Goedemorgen allemaal. Ook allen die meekijken via de livestream. Familie, vrienden, kennissen. Welkom. Maar je bent je bril vergeten. Zij gaat haar bril ophalen, ga ik vast bidden. Dan vragen we vooral ook degene die altijd al met ons mee is gegaan. De Heilige Geest of die ook met ons meegaat. Vader, Zoon en Heilige Geest, we vragen gewoon. Kom in deze woorden. Ze zijn van u, we hebben ze teruggegeven aan u. En we vragen gewoon, zalf ze. Dat ze recht mogen spreken. Dat ze mogen helpen. Dat ze mogen dienen. Maar dat ze ook mogen vrijzetten. En we roepen leven uit over deze woorden. We zijn zo dankbaar, Heer, voor uw genade. En we weten dat de Heilige Geest ons helpt. En ik ben zo dankbaar voor deze vrouw. Dat God deze aan mij heeft gegeven. En wat wij vandaag met jullie gaan delen is onze levenslessen van de afgelopen 40 jaar. Het is iets van ons, maar we hebben het samen met God beleefd. En daar gaan we over praten. En er zullen een aantal, komen er al foto's? De foto's mogen binnenkomen van zo zagen wij er 40 jaar geleden uit. Toen lag er ook sneeuw, hè? Er lag een pak sneeuw. Het was gisteren. Ook toen konden de mensen niet komen vanwege de sneeuwval in Nederland.
En nu hebben we COVID, maar wij hebben gisteren een topdag gehad met onze kinderen. Zo geweldig. Vroeger wilde je oud lijken en nu wil je jong zijn. Wat een plaatje. Geweldig. Wauw. Er zullen een viertal versen de revue passeren deze morgen. En ik begin met de eerste vers. En dat is Genesis 2 vers 24 en 25. Wat God vooraan in de Bijbel zet, heeft hier een hele belangrijke bedoeling mee. Dat is zijn principe. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En zij zullen tot één vlees zijn. En zij waren beide naakt, Adam en zijn vrouw. Maar zij schaamden zich niet. Ze wandelden zelfs naakt met God. Nou, en wij hebben voor onszelf een vraag gesteld van, hoe heeft Genesis 2 nou gestalte gekregen, plaatsgevonden in ons leven? Daar vertellen we wat over. Maar we hebben ook een vraag aan u. Weet u nog wie u was? Wie je bent als je het ouderlijk huis verlaat? Gewoon maar een vraag. Maar voordat we daarmee verder gaan, wil ik jullie gewoon duidelijk maken. Het gaat erom, deze morgen, ieder heeft een eigen weg met God. Ben je getrouwd? Ben je alleen? Ben je gescheiden? Of heb je geen kinderen? Iedereen heeft zijn eigen weg met God. Je kan niet zeggen van ik kom uit een christelijke gezin, dus dan is het goed. Het gaat erom dat iedereen heeft persoonlijk zijn eigen relatie met God. Dus hoe je hier ook zit of thuis, weet, het gaat om jou persoonlijk. Wij zijn samen 40 jaar geleden in het huwelijk gegaan en wij beleven de dingen samen, maar ook hebben we duidelijk onze eigen weg hierin gegaan. Een eigen weg met God, dat blijft ook gewoon persoonlijk. Even een klein stukje achtergrond, hoe zijn wij tot elkaar gekomen? Nou, dat is eigenlijk bijna 43,5 jaar geleden begonnen, rond deze tijd. Heb ik haar beter leren kennen en toen kwamen die vlinders. En vanaf 1 januari 1977 hebben we verkering, daten we met elkaar. Maar wie ben ik nou? Nou, ik kom uit Zaltbommel. Ik kom uit een gezin van 8 kinderen. Ik was nummer 6. En op 6-jarige leeftijd ben ik naar Asperen verhuisd. Aandelingen, geweldig mooie plek aan een geweldig mooie rivier. Waar ik vissen heb geleerd. Zorgzaam opgevoed. Mijn vader was politieman. Maar er was weinig ruimte voor gesprek. Of men wist het gewoon niet. En ik ben geïnformeerd synodaal opgevoed. Ik ben geboren in Rozenburg. Ik kom uit een beschermd gezin. We hadden 4 meiden. Ik ben nummer 3. We zijn heel veel verhuisd door Nederland. En op een gegeven moment, op mijn 13e, ben ik in Asperen komen wonen. En ook ik ben gereformeerde kerk synodaal opgevoed. Ik was een jaar of 16 en ik had wat vriendjes gehad. En ik heb heel duidelijk aan God gevraagd van, ik wil een gelovige jongen. Die week erop kwam ik in de kerk en daar zat Rien. En echt, God bepaalde bij mij, dit is de man waar jij mee verder gaat. Dus dat is wel heel bijzonder. Ze was 16, toen mocht ze ook naar de jeugdvereniging. Hè? Wij hadden toen nog misschien tieners en jeugd, maar jeugdvereniging. En zij begon mij vragen te stellen die ik van huis uit niet gewend was. En dat trok mijn aandacht. Nou ja, ik heb al verteld, vanaf 1 januari 1977 zijn we bij elkaar. Een hele poos. Ja. ik zei net, ze zijn allebei gereformeerd opgevoed. En dan denk je eigenlijk, joh, het is hetzelfde. Maar ik kwam bij hem thuis en ik merkte dat elk huisgezin heeft andere normen en waarden. En ik moest ontzettend wennen dat bij hem alles anders ging. Ja, we hebben deze levensles een beetje opgebouwd uit een aantal onderwerpen. Het is ook voor jullie thuis van, ga niet weg, want er komt van alles naar voren. Geloof, communicatie, verschil tussen man en vrouw, seksualiteit, beeld van 3 sleutels, zegeningen en afronding. Ik heb hier een doos meegenomen. En ik noem het gewoon een waarheidsdoos.
We hebben allemaal in onze levens, we worden opgevoed en we krijgen waarheden mee. Je ouders zeggen dingen op school, op allerlei plekken krijg je dingen en die waarheid stop je erin. Maar eigenlijk is het zo, klopt deze waarheid wel? Is het Gods waarheid? En ook daarin willen we jullie laten zien wat voor ons, wat we dachten dat waarheid was, wat het niet was. Nou, en op 7 november 1980 zijn we getrouwd. We kregen de Bijbeltekst en dat was: en toen hij, Jezus, in het schip ging, volgden zijn discipelen hem. Nou moet ik je heel eerlijk zeggen, ik dacht echt, jongen, hoe moet ik daarmee? In het bootje, ja dat snap ik nog. Maar die tekst, ik had er gewoon echt helemaal niks mee. Ik denk, ik ben gelovig, ik weet toch wel hoe het werkt. Maar ja, we gingen samen, we zeiden al, gereformeerd opgevoed. We hadden belijdenis, gingen we doen. We waren met allerlei dingen bezig en op een gegeven moment, we hadden onze kerkelijke stempelkaart hadden we vol. Ja, en we dachten echt bij elkaar van, is dit nu geloven? Is dit nu zoals het bedoeld is? En vanaf dat moment zijn we op zoek gegaan. We zijn bij de navigator zijn we gekomen. We hebben bijbelstudie gedaan. We hebben conferenties gevolgd. En wat ons heel erg duidelijk werd, wat we nooit gehoord hadden was, het gaat om een persoonlijke relatie met Jezus. Dus op dat moment, op 30 augustus 1987, hebben wij tegelijk onze hart aan Jezus gegeven. En het was heel bijzonder. Het leek voor mij of er een sluier wegging. Ik ging de Bijbel begrijpen. Ik begin te begrijpen van wat is nou duisternis en licht. Het was zo, ja, of er echt iets van me afviel. Ik noemde net even de navigators. De navigators hebben in zich van Jezus kennen en bekendmaken. En mijn zus en zwager die hebben een paar maanden met ons opgelopen om vooral de fundamenten van Jezus ons duidelijk te maken. En het is super dat jullie dat gedaan hebben. Maar als we dat zo nou bedenken, zeggen wij tegen elkaar, als je gaat trouwen, hoe mooi is het als er een echtpaar met jou ook meeloopt en je ook dingen onderwijst wat je nodig hebt. Dus dat is wat wij eigenlijk gewoon de mensen die of nog gaan trouwen van zoek een buddy echtpaar, zodat je kan sparren met elkaar. Nou, ik had het net over waarheden. En door het geloof zijn er wat nieuwe waarheden en wonderen, hebben wij ontdekt. Een van de dingen is een Bijbeltekst. En het is 1 Johannes 5, vers 11 en 12. En het heet zekerheid van eeuwig leven. En dit is het getuigenis. God heeft ons eeuwig leven gegeven. En dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. En een belangrijke leidende tekst voor ons is geweest, wat elke keer al die jaren weer terugkwam in ons leven, is Spreuken 3, vers 5 en 6. Vertrouw op de Heere met uw ganse hart. Steun op uw eigen inzicht niet. Ken hem in al uw wegen, dan zal hij uw paden recht maken. Een van de waarheden was voor ons van dat we samen tegelijk Jezus hebben aangenomen. We zijn samen gaan groeien in het geloof. Wat ook heel veel impact heeft gehad, is dat wij ons volwassen hebben laten dopen. Daarin zagen we iets van de geestelijke wereld. En daarin ontdekten we dat we de autoriteit van Jezus in ons hebben. Amen. Romeinen 12 vers 2 staat van, vernieuwd word je in je denken. Wij hebben besloten, wij willen steeds vernieuwd worden in ons denken. We willen niet blijven waar we nu zijn. Maar God, als er nieuwe dingen zijn, openbaar het ons. Laat zien wat nieuw is. En één heel belangrijk, ja, het is allemaal natuurlijk belangrijk, maar één van de mooie belangrijke dingen is, God heeft, die liep met Adam en Eva in het paradijs. En hij hield van ze. Maar hij zei niet tegen Adam en Eva, jullie moeten van mij houden. Ze kregen namelijk een eigen keus. Iedereen heeft een eigen keus. Maar Jezus blijft van ons houden. Of we ja tegen Jezus zeggen of niet, hij zal ons nooit dwingen. Ja. Wauw.
Een aantal mooie zekerheden die we mee hebben gekregen, die echt ook een fundament voor ons zijn geweest. En even wat wonderen of waarheden in mijn leven. Ik had toen wij net tot geloof kwamen erg last van vorm van hyperventilatie of fobie. Als ik in ruimtes was, voelde ik me helemaal niet happy. Of daar nou angsten bij zaten, weet ik niet. Maar ik weet wel dat wij toen ons bezig gingen houden met Gods waarheid, met worship, met aanbidding. Ja, heb ik heel veel gezongen in die tijd. En door aanbidding zijn deze dingen gewoon van me afgegleden. Ik heb geen bevrijdingsgebed gehad, maar gewoon puur waarheid aannemen en God groot maken. Doet gewoon dingen van jou afglijden. En dat vond ik, dat is gewoon echt een wonder. Waar ik ook gezegend in ben, ik noemde net al iets over mijn vader. Hij was er wel. Ik zag hem vaak, maar ik praatte gewoon niet met hem. Ik heb 1 gesprek gehad, 2 maanden voordat hij stierf. Hij was ziek, ik moest met hem mee naar het ziekenhuis. En toen heb ik gezegd, pa, ik wil toch een jaar ervoor, in 87 hadden wij ons hart aan de Heer gegeven. Dat wilde ik hem vertellen. En dat deed ik ook. En allebei emotioneel, hij moest huilen, ik moest huilen. Maar 2 maanden later stierf hij. En daarna heeft God mij toch zo gezegend. Met alles wat ik nodig had om een vader te zijn voor onze 2 zoons, die hier ook zijn, heb ik ontvangen. En die vaderrol gaat nog steeds door. We hebben gisteren ook nog een super goede dag gehad, waar we van hart tot hart met elkaar over konden praten wat we allemaal meegemaakt hebben met elkaar. Dus dat is echt ook een zegen. Ook al heb je het niet ontvangen, God kan het je geven. Volgend onderwerp. Verschil tussen man en vrouw. Nou, laat ik je dit zeggen. Had ik maar geweten dat hij een laadje had van niks. Dat had me zoveel ellende gescheeld. Als we ruzie hadden, of een conflict. Nou, dan gingen we, je gaat dan slapen. En dan wou hij wel eens intiem zijn, dat ik dacht, jongen, dat kan toch niet. Net ruzie, je hoofd zit helemaal vol. Hoe ga je dat doen? Hoe kan dat? Hoe bestaat dat? Nou, de wereld laat je denken dat man en vrouw eens zijn, of gelijk zijn. Hetzelfde denken in alles. Maar ik heb ontdekt dat het bij man en vrouw is het anders. Een vrouw heeft als het ware de hersenen als spaghetti. Alles is met elkaar geconnect. Van alle kanten, links, rechts, voor, achter. Daarom kunnen we als vrouwen aan van alles denken tegelijk. En een man heeft de meeste mannen, net als de meeste vrouwen hebben spaghetti, maar de meeste mannen, die denken in laadjes. Dus zodra een man denkt aan werk, wat doet hij dan? Dan opent hij het laadje van werk en dan zit hij helemaal in zijn werk. Is hij klaar met werk, huppatee, doet het laadje weer dicht, opent een nieuw laadje, nou bijvoorbeeld vissen, hobby, dan zit hij helemaal in het vissen. Zijn denken zit er helemaal in. En 1 ding hebben wij vrouwen niet, denk ik de meeste niet, hij heeft een laadje met niks. Hoe is het mogelijk? En dan zaten we in de auto en dan zei ik, Rien, waar denk je aan? Nou, niks. Ik zeg, nou dat kan niet, dat bestaat niet. Je moet ergens aan denken. Maar het mooie is dat God gewoon ons toen heeft laten zien van ja, het is anders. En het heeft zoveel ruimte en zoveel opluchting gegeven, vooral bij mij, dat we daarin gewoon verschillend zijn. Op YouTube staat een heel leuk filmpje, dat heet Men Brains and Women Brains. Dat is van Mark Kunkor. Dus als je daar zin in hebt om te kijken, hij is heel leuk. Wel in het Engels, maar je leert er veel van. Goed. Nou, ik had het over getrouwd en toen liep ik een beetje tegen Efeze 5 vers 22 aan. Daar staat, vrouwen, wees je man onderdanig. Ja. Hoe doe ik dat? Dat vond ik echt wel een worsteling, van hoe ga ik daar nou goed mee om? Want ik wil God gehoorzamen, ik had die keuze gemaakt, hoe doe ik dat? Nou, er zijn heel veel uitleggingen, maar 1 wat voor mij belangrijk werd, was van dat op een gegeven moment, was je wel eens op verjaardagen met vriendinnen, en de meeste vriendinnen spraken heel negatief over een man. En dat vond ik naar, dat vond ik vervelend.
En toen dacht ik bij mezelf, dat ga ik niet doen. Ik ga niet negatief over Rien spreken waar anderen bij zijn. En ik denk dat dat één van de dingen is, zijn natuurlijk meer, wat te maken heeft met onderdanig zijn aan je man. Nou, het mooie is, we zijn dus daadwerkelijk echt verschillend, maar door onze verschillen en erkennen dat je verschil hebt, maakt het ons wel één. Dat je erkent, hij heeft dingen anders als ik en ik, maar dat we elkaar de ruimte geven, je mag anders zijn. Het hoort erbij. Ik moet wel zeggen, dat is wel een proces. Amen. Maar dat geeft niet. Ik heb net het over 40 jaar gehad, dus maar ja, goed, we gaan gewoon daar niet door. Oké. Goed. Ik wil een beetje water eigenlijk, want ik moet naar de volgende... Item. Item. Communicatie. Jongens, er is gewoon heel veel te zeggen over van alles, maar we hebben natuurlijk maar 3 kwartier. Communicatie. Als wij met stellen praten die willen gaan trouwen, leggen wij de nadruk op communicatie. Het is zo belangrijk. Hoe communiceer je met elkaar? He, ook daarin, onze waarheidsbox, wat heb je meegekregen? He? Wat vind je als waarheid of niet? Een van de dingen, Rien zei net van bij hun thuis werd er niet veel gesproken. Dus dat hield hij nog even vol in het huwelijk. Dus daar moest ik aan werken, omdat, hoe ga je daar goed mee om? En ik dacht in het begin, weet je, een leugen was wat ik erin van, als we getrouwd zijn, dan zal het beter gaan. Ja. Maar dat is niet zo. Dat is een leugen. En wat ik ook heel vaak had, was van, of dan zat ik niet lekker in mijn vel, of ik voelde me niet zo prettig, dan zei ik, dan dacht ik van, ja Rien, je ziet toch wel dat het niet goed gaat met mij. Maar ja, hij reageerde gewoon nergens op, want hij zat natuurlijk ergens in het laadje. Dat snap je wel. Maar goed. Ga door, schat. Dat was een van die waarheden waar je gewoon moet zeggen, je moet duidelijk zijn. Waar loop je mee rond? Wat vind je lastig? Wat vind je moeilijk? Bespreek dat met elkaar. Of spreek een plek af en dat je zegt, we kijken elkaar in de ogen van wat is er echt aan de hand? Waar is de onbegrip? Wat zijn de woorden die niet uitgesproken zijn, maar door elkaar in de ogen te kijken, ja, dan gaat er wat er gebeuren. Ook één ding wat gewoon ontzettend belangrijk is heb geen geheimen voor elkaar. Het kan gewoon zijn dat je hebt dingen waar je tegenaan loopt en je gaat naar je vriendin of wat dan ook. En je praat erover, maar je praat er niet over met je partner. En wat gebeurt er dan? Een geheim richt je op jezelf. Een geheim gaat je isoleren. Niemand kan meer op je inspreken. En de vijand die denkt dat jij als enige van dit probleem last hebt. Dus dat je denkt, ik moet het alleen opknappen. Je krijgt schuld en je krijgt schaamte. En als het ware zak je steeds dieper en dieper in de put. En weet je dat het zelfs zo is? Dat als je zwijgt, hè, als je ziel zwijgt, gaat je lichaam spreken. Dat staat ook in Gods woord, in Psalm 32, vers 3. Toen ik zweeg, teerde mijn beenderen weg, onder mijn jammerklachten de hele dag. Nou, ik noemde al net al iets, hè, als er oneenigheid zijn, weet je, er zijn zo'n dingen dat je niet meer aan het communiceren bent, maar aan het communiceren bent. Dus de communicatie komt gewoon niet meer met elkaar over. En als je merkt van, hé, de een of de ander die flipt in iets, dat je zegt, oké, we nemen nu rust. Zorg dat je uit je emotie bent, dat je tot rust komt. En dat je vanuit die ontspannenheid, jongens, we spreken af die plek om elkaar weer te spreken. En van, wat is er nou echt aan de hand? Iets wat je kan helpen in communicatie is onder andere de liefdestaal van de ander te kennen. Welke liefdestaal heeft de ander? Dat mag je ontdekken. Er is ook een boekje van, 5 talen van de liefde. Rien houdt ontzettend van knuffelen, aanraken. Ja. En ik vind woorden en ja, samen zijn vind ik gewoon heel erg belangrijk. Ja. Dus ja, dat was een klein stukje van communicatie. Jullie snappen, er is veel meer over te zeggen.
Goed, seksualiteit. Hoe lang heb ik? Ja. Ja, ook ik begin weer met die truthbox. Hoe is onze waarheiddoos gevuld met waarheden over seksualiteit? En ik moet zeggen, ik ben er niet trots op. Wij wisten ook nog niet zoveel toen wij aan het huwelijk begonnen wat God over seksualiteit bedoeld vond. En welke waarheden, en hoe bouw je dan waarheden op? Nou, wij hebben het geleerd op school. Vrienden, vriendinnen. Er gingen boekjes rond, seksboekjes rond. Ik heb in militaire dienst gezeten. Ze waren niet altijd hele mooie romantische films. Dus onze waarheidsbox over seksualiteit. En ik had ook nog problemen met zelfbevrediging. Dus weet je, zo stap je het huwelijk in. En je had eigenlijk iets willen ontvangen van je ouders, maar wij hebben het niet gekregen. Dus met veel kreten, her en der, maakten we zo onze eigen invulling en waarheid. En zo is die waarheid dan voor ons over seksualiteit ontstaan. Maar toen wij tot geloof kwamen en het geloof ook, en Gods woord ook intrede deed in ons, in onze relatie, zijn er een aantal leugens naar boven gekomen die wij hebben kunnen ontrafelen en door kunnen prikken. En ik noem ze gewoon, want ik weet gewoon dat hier meer mensen mee worstelen. Ook thuis. En ik neem geen blad voor mijn mond. Ik heb het hier wel op blad staan, maar... En ik begin gewoon, ik begin iets anders, schat. Ik ga van beneden naar boven. We gaan toch trouwen, dus seks moet kunnen. Oh jee. Volgens mij is de waarheid Genesis 2:24. Zorg eerst dat je goed je ouders verlaat. Sluit een verbond en word dan één vlees. Door intiem te worden, lossen we de problemen wel op. Ja, voor een half uurtje. Een leuk half uurtje. Maar daarna zijn de problemen er nog steeds. Wat ook een leugen is, dat veel mannen en vrouwen denken dat er hersencellen in hun geslachtsdelen zitten. Ja, ik noem het maar. Ze denken daarmee. Nou, en ik kan je zeggen, er zit er zelfs geen één in. Niet denken met je gevoelens. En dan de zwaarste, maar ik noem hem toch. Het kijken naar porno betekent, zo zou het moeten zijn in ons huwelijk. Zo werkt het helemaal niet in een huwelijk tussen man en vrouw. Ik zal het nog eens anders zeggen. Porno kijken is gewoon Satan aanbidden. Is fake news. Dat is een hele moderne term. Porno is gewoon fake news. Willen wij kijken naar misbruik van vrouwen, mannen, meisjes, jongens, dieren? Dat willen we toch niet? Wat zegt God dan wel? Wat zijn dan wel waarheden over seksualiteit? Oh, we hadden zelf ook een paar getuigenissen waar wij mee moesten dealen. Die vertel ik nu maar. Ik was 21 jaar oud. We waren op vakantie in Ierland met Youth for Christ. En toen heb ik voor het eerst gesproken over mijn probleem wat betreft zelfbevrediging met andere mannen. Nou, jongen. Gewoon het openbaar maken van dat probleem heeft mij zoveel bevrijding gegeven. Een ander probleem. Wij zijn intiem geweest voor ons huwelijk. Wij hebben geen andere vrouwen of andere mannen gehad. Wij zijn samen voor het huwelijk intiem geweest. Maar toen wij daar de geestelijke waarheid over hoorden, over seks, en over wat seks in het huwelijk betekent, hebben wij dat gezamenlijk beleden aan elkaar. Vergeving gevraagd. We hebben het naar God toe beleden. Wij dienden toen in de gemeente waar we in de leiding zaten. We zijn zelfs naar een leider gegaan. Hebben we het beleden. Hebben wij samen ook vergeving voor gevraagd. En nog een ander punt was, God stuurde mij zelfs naar Petra's vader. Toen wij op vakantie gingen, zei hij wel eens, pas je op, dat waren zijn woorden, pas je op.
Maar ik moest daarheen. Het was God, zijn bericht. En ik heb dat gedaan. En hierdoor werd het ook voor ons duidelijk dat er eigenlijk ook een hele geestelijke werking uitgaat van seksualiteit en een intiem zijn met elkaar. En Petra vertelde er iets meer over. Ja. Ik denk dat je het toch maar even moet scheuren, anders wordt het lastig. Laat het rode kant maar voorzien. Weet je, als je... Je krijgt vriendjes of wat dan ook en dan... Maak je een keuze om met elkaar naar bed te gaan. En wat doe je dan in feite? Je geeft een stuk van jezelf aan de ander. Je geeft jezelf weg. En soms zijn er meerdere. Dus elke keer, je geeft jezelf weg als je intiem wordt. En als je nou kijkt, wat gebeurt er? Als je op een gegeven moment de echt, de ware ontmoet. Je hebt je hart niet meer heel. Het is gebroken. Dingen zijn... Doordat je die eenheid hebt gekregen, heb je verwondingen opgelopen. En omdat je één wordt, heb je ook iets van... Kan het soms zijn dat je ineens denkt, hey, hoe kom ik aan angsten, hoe kom ik aan dingen? Dat komt. Als je één wordt, word je als het ware besmet van de ander. Maar weet je, we hebben goed nieuws. Als je Jezus kent, dan mag je naar hem toe gaan. En dan mag je zeggen, mag je je zonde belijden. En dan zeg je van... indien we onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Je hart wordt dan wel weer heel, maar er zijn nog wel wat verwondingen zoals jullie zien. Ook daar wil God dat je innerlijke genezing gaat ontvangen wat er is. Maar je mag heel worden. Het blijft niet zo van of je hebt fout gedaan, maar weet dat God in alles wil komen om jou te herstellen, om te genezen. En dat wil hij doen voor iedereen, voor man en vrouw. Goed. Ja, en er gebeuren zelfs wonderen. Wij kennen ze niet uit onze eigen omgeving, maar wel vanuit Amerika, dat zelfs maagdenvliezen worden hersteld als jij zo verlangend bent om je te geven in een gezonde christelijke relatie. Halleluja. Wat heeft ons wel geholpen over seksualiteit? Nou, ik val direct binnen met dit vers. 1 Korinthe 6, vers 19 en 20. Misschien is het u allemaal wel bekend, maar ik zeg hem toch even. Dit is een heel belangrijk vers. Daar staat zoveel in. Of weet u niet, we hebben de Bijbel helemaal niet meegenomen, schat. Oh, of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Van de Geest die God u heeft gegeven. Die in nu is, die u van God hebt ontvangen... En dat u niet van uzelf bent. God heeft u tegen de allerhoogste prijs gekocht. Gebruik daarom ieder deel van uw lichaam om God eer te geven. Ieder deel van je lichaam. Hoop, als we over seksualiteit, dan willen mensen, zeker misschien jongelui, direct weten, wat zijn de borders, wat zijn de grenzen? Nou, dit is een vers die jou vrijheid geeft van... Hey, tot hoever mag jij God loven, eer en prijzen? En we hadden, of dienen door intimiteit. En eigenlijk had ik de Bijbel willen laten zien. Hier, als je binnen de grenzen van de Bijbel blijft, zit je altijd goed. Dan zegent God je. Ook op die plek. Dan zegent God je. Met zijn kracht. Ja, dat mag je zo nog even doen, schat. Even kijken. Gehoorzaamheid is ontzettend belangrijk. Want weet je, gehoorzaamheid aan God en zijn woord. Hij heeft het beste met ons voor. Als jij in dit vers leest dat hij jou heeft gekocht en de hoogste prijs heeft betaald, dan heeft hij alles voor je over. En zoek dan naar die onvoorwaardelijke liefde. Wat is dat voor liefde? Daar zitten geen voorwaarden aan. Dat is eigenlijk je geven aan de ander zonder dat je er iets terug van verlangt. Dat is onvoorwaardelijk. Wat wij ook altijd zeggen tegen aanstaande echtparen, ken jezelf. Daarom hamer ik, of niet, laten we echt zien dat Genesis 2, 24 een belangrijk vers is. Ken jezelf. Ken jezelf als je het huwelijk instapt. En wij zeggen ook van,
Neem de tijd voor om elkaar uit te pakken. Denk niet zoals de wereld, maar neem elkaar mee op ons dekkingstocht van jouw lichaam. Dat je ze meeneemt van, hey, zo zit mijn lichaam in elkaar. En bij de ander, zo zit mijn lichaam in elkaar. Neem daar de tijd voor. En de ontspanning. Want alles, intimiteit met God, moet je lol hebben, moet je vreugde hebben. Er moet vreugde zijn, er moet ontspanning zijn. Er moet gewoon humor zijn. En help elkaar om het intiem te zijn, te doen slagen. Niet voor jouw ego ding, niet wat jij nou verlangt. Nee, je bent altijd samen. Maak afspraken dat je niet over elkaars grenzen gaat. Zo belangrijk. Respecteer elkaars grenzen. En spreek daarover. En dit is een hele belangrijke. Ik vind hem heel belangrijk. Als jouw verlangen geen gehoor vindt bij de ander, let it go. Laat het los. Laat het los. En geniet van elkaar. Maar projecteer niet jouw verlangen elke keer weer als de ander daar geen behoefte aan heeft. Praat met elkaar over die intimiteit. En Peter heeft het net al genoemd van vijf talen, of de talen van de liefde helpt. Nou, ik kan je zeggen, mannen en vrouwen, als je die taal spreekt tegen je partner, dat bevordert de intimiteit. Zo, dat is een waarheid. En zoals al 1 Korinthe 6 aangeeft, je mag voor elke intimiteit bidden. Ja, ik ga straks nog iets delen over de drie sleutels. Maar God wil in jouw slaapkamer komen. Hij wil bij jouw intimiteit zijn. Ook al klinkt dat heel apart en raar. Maar waarom zegt hij dan? Gebruik daarom ieder deel van uw lichaam om God de eer te geven. Maar je mag God ook danken na elke intimiteit. Eer hem. Want intiem zijn, dat is de andere kant wat ik net zei over porno kijken, Satan aanbidden. Intiem zijn zoals God verlangt, is eigenlijk God aanbidden. En de vruchten van liefde, in ons geval, geeft leven. Kelvin, Iwan, onze kinderen, onze kleinkinderen. En ook hier geldt weer wat net Peter ook al zei, bij communicatie, heb geen geheimen voor elkaar. En ik kan zeggen, het is voor mij een beetje een wonderjaar dit jaar. Niet dat alleen op dit gebied, maar ook op allerlei andere gebieden. Als je niet volledig open bent, nou, dan heb je kans dat je ziek wordt. Ik word ziek. Als ik niet open genoeg word, dan krijg ik een reactie in mijn lichaam. En dan moet ik haar alles vertellen. Wat ik nog niet verteld heb. Zo werkt dat. Jij wou nog iets zeggen over lust. De Bijbel staan allerlei dingen in. Maar ook de Bijbel waarschuwt. En er staat in 2 Samuel 13 staat het verhaal van Amnon. Dat is de zoon van David. En hij wordt ontzettend verliefd op zijn halfzus Tamar. En hij gaat met zijn vriend, bedenkt hij een plan om Tamar in zijn slaapkamer te krijgen. Want hij is zo verliefd, hij wil haar helemaal alleen. En ja, eigenlijk kan je zeggen in de Bijbel wat we nu zouden zeggen, er gebeurde iets plaats, dat was gewoon verkrachting. En zij zegt van, maar wil je me niet meer? Of zet je me nu aan de kant? En dat was vroeger natuurlijk heel erg. Maar er staat er zelfs in de Bijbel van zijn verliefdheid draaide om in haat. Hij had zich laten leiden door zijn lustgevoelens. Maar het werd een haat. Hij wou Tamar helemaal niet meer hebben. Helemaal niks meer. Dus onze gevoelens kunnen ons zo ontzettend bedriegen. Dat we denken, dit is de vrouw, dit is de man. Maar laat je niet te veel leiden door de gevoelens, want ze zijn bedriegelijk. En dit is wel een heel bijzonder voorbeeld wat er in het woord hierover staat. Er zijn wel eens onderbuikgevoelens. En die zijn vaak waarschuwingen. En daar moeten we zeker naar luisteren. Die zijn door de Heilige Geest ingegeven. We gaan naar de sleutels, het voorbeeld van drie sleutels. En dat wil ik inleiden met een vers uit Johannes 17. Is vanochtend al echt de worship.
De aanbidding heeft ons de weg vrijgebaand. Opdat zij, Johannes 17, 21. Opdat zij allen één zullen zijn, zoals u, Vader, in mij en ik in u. Dat ook zij in ons één zullen zijn. Opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. En dit is een godsbeeld over één worden en één zijn zonder schaamte. En dat is mijn vraag ook. Één worden in God met je geest, ziel en lichaam. Hoe doe je dat? Ik ga u een beeld vertellen wat ik jaren geleden al heb ontvangen. Even wachten hoor. Zit hier. Drie sleutels. En de eerste sleutel was van, en dat heb ik zelf ook meegemaakt, en echt daadwerkelijk meegemaakt, naar aanleiding van de Openbaringen 3 vers 20, zie ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en mijn deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en maaltijd met hem gebruiken en hij met mij. Het was 1978, Youth for Christ, Ierland, Connemara, Clifton, protestantse dienst in een Rooms-Katholieke kerk. Er was avondmaal. En als gereformeerd synodaal zonder belijdenis, mocht je niet aan het avondmaal. Maar ik wilde direct die verantwoording bij de leiders leggen. En die zei, jouw keus. Nou, ik heb besloten om aan het avondmaal te gaan. Echt. En hoe was dat avondmaal? Ik zal het even noemen, want dan krijg je een beeld erbij. De breedte van het koor van die kerk had je een knielbank. En dan kon je naar voren komen, kon je knielen. En dan kreeg je heel persoonlijk van de voorganger een stukje brood en een beker wijn. En voor mij was dat het moment van, wauw, dit gaat voorbij elke kerkorde, zo'n vraag. Of jij maaltijd met mij wil houden. En ik heb maaltijd graag gehouden met de Heer. En het is het mooiste avondmaal geweest wat ik gevierd heb. Ik heb het niet helemaal begrepen. Pas in 87 hebben we definitief die keuze gemaakt. Maar hij heeft mij nooit meer losgelaten. Hij wou al binnenkomen bij mij. En dat is eigenlijk de keuze als je Jezus binnenlaat. Van waar mag hij dan wonen? Laat je hem in de gang staan? Mag hij in de keuken komen? Mag hij in jouw kamer komen? Waar mag hij komen? Want Jezus wil inwoning. Hij wil verder. En wat wil jij? Waar kozen wij voor? En toen kreeg ik een tweede sleutel. Hij zegt van, oké, ik ben nu binnen, maar ik wil verder. En dat was de sleutel van onze slaapkamer. Of van je slaapkamer. En weet je wat je in een slaapkamer doet? Meestal sta ik twee keer per dag naakt. Ik weet niet of het bij jullie is, maar ik wel. 'S Ochtends en 's avonds sta ik daar naakt. Sta ik daar kwetsbaar. Met schaamte, zonder schaamte, sta ik daar veilig. Ben je veilig? Maar de slaapkamer is ook een kamer van intimiteit. Waar kinderen worden verwekt. Waar kinderen het leven, levenslicht aanschouwen. Of is een slaapkamer een kamer waar je pijn wordt gedaan? Of over je grenzen wordt gewalst? Is het een kamer waar leven ophoudt? Mag Jezus daar ook wonen? Weet, hij wil in alles betrokken zijn en worden. En je begrijpt, dit is een andere kamer als je keuken. Er zit wel degelijk geestelijk verschil in. En dan denk je, als je God binnengelaten hebt in je slaapkamer, ik heb nu toch alles verteld. Ik heb toch nu toch alles verteld aan u, Heer. Maar er is nog een sleutel. Een derde sleutel. En dat is de sleutel van jouw hart. Van jouw hartskluis eigenlijk. Waar je de diepste, belangrijkste zaken van jouw leven bewaart. De pijnen. Dat kunnen pijnen zijn. De geheimen. Jouw pijnen, je schaamte, je angsten, je vernederingen. Je verdriet, je eenzaamheid. Noem maar op. En hij wil van jou ook horen. Over al die gemiste woorden die je graag had willen ontvangen. Of aanrakingen, of knuffels, of kussen, of kinderen. Maar er is ook een deel waar waardevolle zaken in zitten. Mag hij ook bij jouw zegeningen komen? Mag hij ook bij jouw dankbaarheid komen?
die je hebt ontvangen. Deel alles met hem. Maar ook over jouw gaven en talenten. Stop ze niet in je kluis. Verberg ze niet. Haal ze tevoorschijn. Haal je boekrol tevoorschijn. Kortom, God wil wonen in onze geest, ziel en lichaam. En niet in één deel ervan. Kom in een omgeving van niets meer verborgen houden. En waar geen schaamte meer is. Dat is bij de Vader thuiskomen. Hij wil volledige inwoning bij ons. En hij wil niet op kamers bij jou. Hij wil niet op kamers bij jou. Hij wil volledige inwoning. Hij wil één met jou zijn. En hoe doe je dat? Overgave. Overgave. Hoe doe je dat in een relatie? Overgave. Overgave. Je geeft jezelf over aan de ander. In dit geval aan God. Aan God. Ja. Zodat je mag komen, en dit noem ik even misschien wel de belangrijkste zin uit deze lessen, is kom in een omgeving van vrijheid, veiligheid en vrede. Dat is echt het grootste geschenk dat je van God mag ontvangen. Vrede in je hart, vrijheid. Het is veilig met hem. Vraag erom. Maar je hebt de keuze om de deur te openen, want de knop zit altijd aan de binnenkant. God maakt hem niet open. Hij klopt. Jij mag hem openmaken. Eén worden zonder schaamte, wat is dat? Het volgende onderwerp is zegeningen. Zijn jullie er nog even bij, nog even ja, kort? Een paar minuten. Ik weet niet of de foto beeld komt van onze zoons. Dit is Iwan met Kim, Milan en Sam. En dat is Kelvin met Steffi, Moya en Luca. Dat zijn onze twee jongens en dan zijn we... Met hun vrouw en kinderen zijn we ontzettend trots op. Ja. Zegeningen. Toen Iwan een half jaar oud was, toen gingen we naar een opvoedingsconferentie van de navigators. En daar hoorden we dat je kind dat je mag zegenen. Elke dag mag jij zegenen. En dat zijn we gaan toepassen. En weet je wat zegenen gewoon is? Is de kracht vrijzetten, omdat degene die je zegent tot bloei gaat komen. En omdat wat er in haar of zijn boekrol staat, dat je dat tot leven gaat spreken. Een zegen is God vragen over je man, over je vrouw. He, wat, hoe hij erover denkt en spreekt het uit naar elkaar. Zegenen van kinderen heeft tot doel dat ze op een gezonde en een geestelijke wijze volgens Genesis 2 vers 24 hun ouders verlaten. Wij hebben onze kinderen geestelijk losgesneden van ons toen ze uit huis gingen. En weet je wat ook mooi zou zijn om als gezin of wat er ook tijd te nemen om elkaar te zegenen. Je begrijpt, er is nog veel meer over te zeggen. Ik heb wat boeken hierover. Eén boek van, dat is Ouders zegen je kinderen van Craig Hill. Daar staat heel veel mooie dingen in van het begin totdat je sterft hoe je elkaar mag zegenen. En naar aanleiding wat we gesproken hebben is, wil je dieper gaan met je huwelijk, dan is er een boek, Nog Lang en Gelukkig, van Barry en Laurie Bain. Burn, sorry. Daar mag je verdieping in ontvangen. Ja. Dat is gewoon mooi. Dit eerste boek, Ouders zegen je kinderen, ook al heb je die zegen niet gehad, of wil je het herstellen, hier staan ook herstelgebeden in. Je kan, als je leeft, kan je overal nog op terugkomen. Vergeet dat niet. Nou, we gaan naar de afronding toe. En ik kan de vragen nog even herhalen. Wie ben je als je het ouderlijk huis verlaat? En één worden in God met je geest, ziel en lichaam, hoe doe je dat? En één worden zonder schaamte, wat is dat? Nou, de allerbelangrijkste vers, of in ieder geval, ik vind alles belangrijk... Maar wat woordje hebben we nog niet zoveel genoemd. De bron van ons bestaan is liefde. De liefde die er is tussen Vader, Zoon en Heilige Geest. Wat een bovennatuurlijke eenheid in liefde. En zij willen zo graag die liefde met ons delen. Met jou en met de hele mensheid. En dan kom je weer op dat zij allen in ons één zijn. Één zijn, zegt Jezus. En...
Bij de Vader thuiskomen kom je in een omgeving van niets meer verborgen houden. Geen geheimen, geen ruimte voor schaamte. Hij wil volledige inwoning in ons, bij ons. Hij wil niet op kamers. En nou de echte afsluiting. Herinneren jullie nog de trouwtekst die wij kregen? Jezus ging in het schip en zijn discipelen volgden hem. En ik kan jullie zeggen dat wij echt discipelen van Jezus zijn geworden. Dus deze tekst is waarheid voor ons. Amen. Amen. We zouden graag voor jullie willen bidden, want we kregen echt een gebed op ons hart. Zullen we gaan staan met elkaar? En ik vraag echt je hand op je hart te houden. Echt je hand op de hart te houden. Vader, dank u wel. Vader, dank u wel, o Heer, dat u tot ons wil komen. En ik bid gewoon, ben jij degene die zo die klop hoort, maar niet weet hoe die deur opengaat? Of dat je zo verlangd bent om die deur te openen, dan vraag ik gewoon. Doe hem open, zeg tegen Jezus, ja, kom binnen, Heer. Kom binnen in mijn leven. Kom binnen en vertel. Stel u voor aan mij. Dat is een geweldige vraag wat je nu ook mag zeggen. Ben je al op weg met God? En zeg van ja, maar ik praat wel over hem. Meer over hem als met hem. Maar wil jij intiemere relatie? Durf jezelf bloot te geven. En niet werkelijk, maar gewoon ook geestelijk bloot te geven. Dat hij echt dieper in je hart mag komen. En ik, Vader, ik vraag u zo, kom. Want hij is goed hoor. God is ontzettend liefdevol. En hij omarm je. Hij omhelst je. Dat is zo zacht. Zijn liefde is zo zacht en zo teer. Vader, kom op die gevoelige en kwetsbare plekken van onze woning. En Vader, ik bid ook voor degenen die hun kluis maar moeilijk kunnen openmaken. Heer, vraag ik gewoon. Help ze erbij. Blijf kloppen. Maak je kluis open. Deel hem mee. En weet je vaak, wat wij vaak meemaken? God is al aanwezig. Hij is er al. Hij is er al. En Vader, ik vraag u zo, dat u zo op die hand die nu op ons hart ligt, dat u zo alle handen aanraakt. Kom met uw liefde. Die allesomvattende liefde. Touch everyone. Raak iedereen aan. Heer, en neem ze mee. Neem ze mee. Neem ze mee. Heer, in die hemelse liefde. En weet, want de hemel is ook open gegaan over ons allemaal. De hemel gaat open. En hij, weet je wat hij zei? Hé, mijn geliefde dochter. Hé, jij, mijn geliefde zoon. Waarvan ik zoveel hou. Ik hou zoveel van jou. Ik hou zoveel van jou. Mag ik binnenkomen? Mag ik met je optrekken? Mag ik met je meelopen? Mag ik bij jou inwonen? Vader, door de kracht van uw Heilige Geest vragen we of dat mag gebeuren in Jezus' machtige naam. Amen. Dankjewel, Rien en Petra. Zullen ze gewoon even een applaus geven, want het is niet normaal wat ze hebben gedeeld in zo'n korte tijd. Ik heb het idee dat elk punt wat jullie hebben gedeeld, dat er echt zoveel getuigenissen en verhalen aan vast hadden kunnen geknoopt worden. Dat het bijna een beetje onerbiedig is, zeg maar, dat we zo snel doorgingen. Maar er zat zo'n kwetsbaarheid in en ik wil jullie daarin echt voor eren. Je zei van, hé, we winden er geen doekjes om. Geen blad voor de mond, maar zelf hebben jullie ook een stukje in, ja, eigenlijk je hart geopend en laten zien. Dus dank jullie wel daarvoor, dit hebben we ook echt nodig. Ik sta voor de klas. Ik weet hoe vervormd de beelden soms zijn over de relaties. We leven gewoon in deze wereld. We zien het overal om ons heen. Dus dank jullie wel ook voor dit voorbeeld. Ook als je thuis hebt gekeken en je wil hierover doorpraten, reageer in de chat. Ik ben even benieuwd, kunnen mensen ook jullie aanspreken? En hoe is het? Familie at House of Heroes, daar kun je ook op verder praten. Mochten er dingen zijn die zijn getriggerd of aangeraakt, waar je gewoon verder over wilt praten, dank je wel. Dank jullie wel. Ik denk dat het heel erg toepasselijk is om deze dienst af te sluiten met het nummer The Blessing. Net is er al een zegen uitgesproken. Deze gaan we met elkaar uitzingen. Het is God die het zelf ook naar ons uitzingt.
Maar en daarna zullen we dan ook de dienst beëindigen. Dus hierna tunen we dan ook uit.
Volgens mij kwam ik te vroeg op. Ik weet niet of we nu nog online zijn. Maar als we nog online zijn, dan wensen we jullie een hele fijne dag. Heel veel zegen. En tot volgende week.